het is zelfs een keer zo geweest in de trein dat ik hem voorlas. En dat hij op een gegeven moment zei, nee, nee. En toen sloeg hij het boek dicht omdat hij het gewoon niet... Hij vond het te eng. En dat vind ik ook zo goed aan, aan Roald Dahl. Volgens mij was de eerste die ik las zelf, was De Griezels. Oh ja, ja, die is fantastisch. Ja. Hey, voor mij was het Daantje de Wereldkampioen. Of Daantje de Wereldkampioen. Ja, dat is Daantje de Wereldkampioen, ja. Ja, ik vind, ja. Ik vind het echt een geweldige schrijver. Ja, ja, het is een, zo fantasierijk. En niet alleen voor kinderen. Nee. Ik vond het als kind heel leuk, maar ik moet eerlijk zeggen, het voorlezen nu was weer een feest. Ja, dat is echt zo. Het is gewoon zo goed geschreven, het is zo grappig. Oh, en De Griezels bijvoorbeeld ook, oh, dat is echt heel eng. Ja. Echt heel eng, met ja, die vrouwen die hem gebruiken. Ja, vieze details. Ja, ja, en die gruwelijke rijmen van Roald Dahl vind ik ook zo verrukkelijk. Dat is ook zo'n geweldig. Nou, ik vind natuurlijk, ja, juffrouw Bulstronk vind ik een verrukkelijk, omdat ze zo ontzettend gemeen is en zo slecht. En ze wordt ook niet beter, dus het is ook nog eens iemand die niet er best doet om toch goed te zijn. En dat vind ik ook zo goed aan Roald Dahl, dat is, ja, ze blijft slecht. Ze is slecht en ze blijft slecht. Er zit geen moraal in, er zit geen ontwikkeling in. En voor mij is het GVR zelf. Dus de, omdat hij gewoon zo... Het is een reus, maar een beetje tegen wil en dank. Hij is onhandig. Hij gebruikt gekke woorden. Hij probeert zich natuurlijk... Hij is een eenling, want de andere reuzen... Dat contact loopt niet goed. En nou, hoe hij met Sophie omgaat en haar beschermt. En hij is lief, kwetsbaar. Hij probeert af en toe heel boos te zijn, maar dat lukt niet echt. Ik vind het een, ja, ik vind het een fantastisch karakter ook. Ja, als ik mijn kinderen voorlas van Roald Dahl, dan moesten ze altijd enorm gieren van de lach ook. Omdat ze het ook heel erg grappig vonden en ook zo gruwelijk. En dat is ook zo heerlijk. Alleen voor het slapen gaan heb ik een keer meegemaakt dat mijn zoontje, die was toen 6... ging De Griezels voorlezen en dat moest ik echt niet meer doen, want daardoor kon hij ook echt niet meer slapen. Het is zelfs een keer zo geweest in de trein dat ik hem voorlas. En dat hij op een gegeven moment zei, nee, nee. En toen sloeg hij het boek dicht omdat hij het gewoon niet... Hij vond het te eng. En dat vind ik ook zo goed aan Roald Dahl, dat het echt griezelen is. Echt eng. Nou ja, ik ken Mathilde al heel goed, omdat ik het ook veel heb voorgelezen zelf ook. En ik kende het verhaal nog goed. Dus ik heb niet eerst het verhaal weer helemaal gelezen, omdat ik het gewoon goed kende. Maar ik dacht wel, omdat heel veel verschillende personages in zitten, heb ik ook wel met mijn stem verschillende personages geprobeerd te vertellen, zeg maar. En dat heb ik wel, ik dacht wel van, Bulstronk is heel leuk, maar ze moet ook weer niet te veel gespeeld zijn. Het blijft wel voorlezen. En ik heb me ook wel eens een take overgedaan, omdat ik Bulstronk echt zo neerzette, met zo'n stem. Toen dacht ik, nou, dat gaat iets te ver. Zou je eigenlijk als special take, zou je die erbij moeten doen? Ja. Extra's. Ja. Extra's, helemaal losgaan in die cabine. Ja. Ja. Nou, ik ben natuurlijk een journalist, dus ik ben helemaal niet zo gewend om rollen te spelen. Dus voor mij was het best wel een uitdaging om dan zo'n boek voor te moeten lezen met van die, ja, van die boosaardige reuzen, die echt enorm schreeuwend tekeer gaan. En ik heb wel echt moeten inbeelden dat ik het aan mijn neefjes en nichtjes voorlas, zodat ik het met iets meer inlevingsvermogen kon brengen dan dat ik een gebruikelijk boek zou doen. Dus ik ben normaal gesproken een vrij neutrale voorlezer, maar ik ben nu helemaal los. Oh, je bent helemaal los. Ik vond het echt te gek om te doen. Wat leuk. Ja, echt. Ik ben heel benieuwd. Ik ga luisteren. Ja. Nou, ik hoop dat ik een nieuwe carrière. Ja, wie weet. Ja. Ja. Nou, het is nog best wel moeilijk om jezelf zo vanuit het niks zo ineens los te laten gaan. Ja. Maar ik heb het wel met veel plezier gedaan. Dus ik hoop dat de mensen het ook leuk vinden. Ja, ik zou zeggen juffrouw Engel, maar dat is wel heel erg engelachtig. Zo ben ik zo enorm lief ben ik ook weer niet. Even denken in herkennen. Nou ja. God. Nou, Mathilda zelf misschien. Ja, Mathilda zelf misschien vroeger wel, dat je inderdaad... Nou, je zou er wel willen zijn, je zou er toch? Willen zijn. Ja, dat is het. Dat is het vooral. Je wil Mathilda zijn. Ja, en niet met die vreselijke ouders. Je wil niet die vreselijke ouders en dat vreselijke broertje hebben, maar je wil wel... Dat zij zoveel kan met die ogen. Dat ze gewoon ervoor kan zorgen dat dit glas... nu omvalt, weet je wel. Of in mijn gezicht. Of in jouw gezicht. Ja. Zal ik het proberen? Ja, doe. Ja. Spoelen. Ja. Maar je wou dat je die kracht had. Het is, bijvoorbeeld als je heel kwaad op iemand bent, dat je iemand gewoon zo, dat je ogen vuur spuwen.
dat heeft natuurlijk komt misschien een beetje in de richting dat andere mensen wel eens kwaad kunnen worden als ik ze heel kwaad aankijk. Maar ja, dat komt in de richting bij wat Mathilda kan natuurlijk. Nee, maar dat is wel echt een karakter. Ja, ze is fantastisch. Ja. Zonder dat ze irritant is. Nee. Want ze is namelijk heel slim, maar ze koketeert er niet mee. Ze pronkt er niet mee. Dat vind ik ook zo leuk. Nee, ze is echt een soort van superheld voordat superhelden in waren. Ja, precies. Dat is echt zo. Ja, dat vind ik echt. Ja. Ja, heel veel. Want het is zo'n levendig verhaal. Maar ik heb zelf enorm genoten van de scènes waarin de koningin, de Britse koningin, langzaam ontdekt dat er allemaal kinderen ontvoerd zijn. En hij heeft gewoon het karakter van de koningin heeft hij heel leuk beschreven. Dus het is ook heel leuk om het dan voor te mogen lezen met een deftige stem. Ja. En ze is, die koningin is niet op de achterhoofd gevallen, haar dienstmeisje wel. Dus de dynamiek tussen die twee is ook heel erg leuk om dat te horen en te lezen. Ja, ik denk het op het moment dat zij dus, dat Mathilda de truc uithaalt, dat zij dus met een krijtje op het bord gaat schrijven, middels haar ogen, dus dat krijtje gaat vanzelf, zeg maar, zijn eigen gang. Ja, dat is zo ontzettend spannend dat je denkt, wat gaat zij nou schrijven? Wat komt daar dan te staan? En dat Bulstronk daar dus heel erg bang van wordt, omdat dus gewoon een geest uit het verleden spreekt tot haar. En dat vond ik een heel erg spannend, hele spannende passage. Ja, ik hou ontzettend van Engels drop. Heel erg van sowieso drop, maar vooral Engels drop vind ik ontzettend lekker. Vooral dat drop met zeg maar aan de buitenkant zwart en de binnenkant een kleur. Dat vind ik lekker. Giftig roze. Ja, giftig roze. Ja, precies. Dat vind ik heerlijk. Ja, of dat witte aan de binnenkant van dat drop, dat vind ik heel lekker. Maar ook die ronde kokos lekker, die altijd erbij zitten. Oh, een krijtjesdrop vind ik ook heerlijk. Ja. Maar nu jij. Ik, chocola. Een Sjaakje in de chocoladefabriek is ook echt daarom een van mijn fantasierijkste boeken. Want het idee alleen al dat je door zo'n chocoladefabriek kan lopen. En ook hoe hij omschrijft dat er in die wikkels een gouden wikkel zit. En het is zo gaaf. Je wil eigenlijk dan alleen maar met een boek een reep chocolade op de bank zitten. Ja. Zo fijn. €1 miljard? €300 miljoen. Ik gewoon even afwachten. Ja, precies, precies. Ja. Sowieso Groot-Brittannië? Ja. Of is het misschien Afrika? Nee, ik denk toch echt Engeland gewoon. Die een kolonie is geboren. Ja? Zou het kunnen? Wales. Sjaak in de chocoladefabriek. Ja, hè? Jeetje, had ik dat Het is doen. Gewoon de grote vriendelijke reus. GVR, maar ja. Ik denk, volgens mij heeft hij 2 kinderen dan? 3? Ik denk 3. 3? 3. We zeggen allebei tegelijk. 3. Oh, jee. Echt een kindervriend. De Sjaakje in de chocoladefabriek. Willy Wonka. Kijk, Willy. Willy. Ons aller. Ja, ons aller Willy. Tijdens de Tweede Wereldoorlog. Marinier? Ja, ik denk ook dat het waar is. Ja, waar. Het is wel waar. Ja hoor! Ja, ja. Ik ga voor de romantiek. Ik zeg ja. Ja. Okay. Agatha? Yes. Leuke eraan is dat je
Dat dronk je dan en dan gingen alle belletjes gingen naar beneden. En dan ging je daar, hoe heet het ook alweer? Flitsknappers, kloppers, weet je dat? Die scheten. Die scheten. Waren dan flitshuppelen. Flotsknop. Flits nog wat. Zeven. De vleeslapeter, de bloedbottelaar en de... Schokschrobber? De schokschranzer. De schokschranzer.